Het gaat om dit gebied, de zogenaamde kop van het zand, met daarop het complex van mengvoederbedrijf De Heus, voorheen Koudees. De nieuwe bestemming is er al. Nou, wij willen hier een hele mooie wijk gaan bouwen. Wij hebben de term cultuurwijk gebruikt. U moet denken aan een wijk voor wonen. We willen hier creatieve bedrijven gaan huisvesten. En we willen hier recreatie mogelijk maken, onder andere via een insteekhaven. Het Rijk heeft het geld vrijgespeeld door extra aardgasinkomsten. Noord-Brabant haalt het uit een ander potje. We hebben de afgelopen jaar nogal wat extra gelden gekregen vanuit het dividend van Essent, de elektriciteitsmaatschappij. En we hebben besloten om die gelden als maatschappelijk geld in te zetten voor Brabant, voor de burger. Om grote projecten die moeilijk van de grond komen, op deze wijze ook van de grond te laten komen. Waarom steekt u dan hier geld in? We hebben een aantal grote projecten in Brabant nu onder de loep. Dat zijn de grote spoorzones. Daar hoort Den Bosch ook bij. Maar zo zien we het ook in Tilburg, Eindhoven, Helmond, Breda. Er zit een groot knelpunt in Den Bosch zelf met het bedrijf van De Heus, Koudees. Wat midden in het centrum ligt en eigenlijk daar zou moeten verdwijnen. En dit is de mogelijkheid om het nu af te ronden. Om het hele paleiskwartier in Den Bosch af te ronden. De brug daar aan te leggen. En daarmee is daar het project klaar. En dat is een groot goed. Hoe blij de gemeente ook is met het geld, er moet straks meer bij komen. Met dit geld kunnen we aan de slag. Daar zijn we heel dankbaar voor. De ontwikkeling zelf zal ook geld opleveren. Maar er zal waarschijnlijk meer geld nodig zijn. Er moeten een aantal problemen opgelost worden. Onder andere de geluidsbelasting van de Diezenbrug waar we hier op staan. Maar ook van de spoorbrug. En dan komen wij mogelijk nog een keer terug bij de provincie en de Rijksoverheid. Maar dat is allemaal voor later. Op dit moment toch de vreugde dat dit geld er is, dat we aan de slag kunnen. Ik heb met wethouder Snijders van Den Bosch afgesproken dat wij ons sterk gaan maken om bij het Rijk ook het restant van het geld te krijgen. In principe niet bij de provincie, want wij doen met onze bescheiden bijdrage van 7 miljoen in verhouding tot het Rijk al heel erg veel. Voor de gemeente Den Bosch en dus ook de wethouder is dit alles een grote opluchting. Nou, het is veel meer dan een opluchting. Ik ben een zeer tevreden en zeer dankbaar wethouder. We krijgen van de provincie 7 miljoen euro. Van het Rijk krijgen we 14,5 miljoen euro. In totaal dus 21,5 miljoen euro. Om twee projecten die al erg lang lopen, om die te kunnen realiseren. En zeker hier voor Koudees denk je dat maar weinig mensen echt geloven dat het uiteindelijk gelukt is. Dit is typisch een taak voor de provincie Noord-Brabant. Hier kan de provincie bijspringen op die plekken waar gemeenten het zelf niet kunnen trekken. Waar ze ook financiële problemen hebben. En waar tegelijkertijd ook provinciale belangen een rol spelen. De bereikbaarheid van een stad als Den Bosch, voorzieningenniveau. Kijk aan de verkaderfabrieken als het eromheen zit. Dat is niet alleen voor Den Bosch belangrijk, maar ook voor de verre omgeving van belang. En daar zit ook een provinciaal belang in. Het is niet mijn stijl om grote woorden te gebruiken, maar het is voor Den Bosch echt een historische dag.